Bij het eindexamen krijgt elke leerling een kaartenkarten. Een kaartenkarten is een boekje waarin kaarten staan beschreven die je nodig hebt bij het eindexamen. Op de voorkant staat in welke kaarten erin zitten. En als je openslaat, zie je de kaarten er liggen. De kaarten zijn meestal opgevouwd, zoals je hier kunt zien. Dit is een kaart van de wereld, een staatkundige overzichtskaart. Aan de andere kant vind je weer een staatkundige overzichtskaart van Europa. Hier hebben we bijvoorbeeld het overzichtskaart van Brazilië. Een van de extra eindexamenonderwerpen is ook Brazilië. Dus hier zullen een aantal vragen over gaan. Aan de andere kant vind je weer een overzichtskaart van de Verenigde Staten. Ook hier kun je vragen over verwachten. Leg de kaarten allemaal neer en gebruik de juiste overzichtskaart bij de juiste vraag. Heel belangrijk. Hier hebben we bijvoorbeeld een kaart van Nederland. Een staatkundige kaart waarin je alle provincies kunt zien. Onderaan de kaart vind je een legenda, ook heel belangrijk, waarin je kunt zien wat je op de kaart kunt zien. Nou, hier hebben we de kaart van Köppen, waarin je alle klimaatzones ziet op de wereld. En wanneer je vragen krijgt over het klimaat, gebruik je de kaart van Köppen. Aan de andere kant vind je weer wat kleinere klimaatkaartjes, waarin je dus neerslag en temperatuur kunt zien van januari en van juli. En aan de andere kant luchtdruk en winden in de maanden januari en juli. En daarmee kun je vergelijken en kun je bijvoorbeeld de vraag beantwoorden in welke tijd van het jaar je bijvoorbeeld de moesson hebt. Nou, hier hebben we de landschapszonekaart. Ook hier weer duidelijk in welke zone vindt welk deel van de wereld. Het staat hier in de legenda beschreven welke zones je hebt. En op de kaart kun je dat duidelijk zien. Aan de andere kant vind je weer een kaart met stroomgebieden en oceanen. Dus als de vraag daar weer betrekking op hebt, kun je dat weer zien. En er zit een kaartje in hoe het debiet is geregeld van de grote rivieren. En ook weer een legenda. Dan hebben we tot slot nog een bodemgebruikkaart van Nederland. Waarin je kunt zien welke bodemgebruiker er is, wat voor bodem er is, met een agenda. En tot slot een kaartje met ruimte voor de rivieren. Een kaartje die handig is om te gebruiken bij vragen die betrekking hebben op wonen in Nederland. Welke maatregelen zijn er toegepast en waar vind je die? Nou, dit is zeg maar het kaartenkarten. Kun je allemaal vinden. Dit is toevallig de kaartenkarten uit het jaar 2021. Maar elk jaar heeft weer zijn eigen kaartenkarten. Er hoeven niet altijd dezelfde kaarten in te zitten, maar voor dit examen waren deze kaarten toegevoegd.